Rob, ik denk dat het weer een hele lekkere wedstrijd was voor jou. Dit was een hele lekkere wedstrijd. Het begon op zich een beetje stroef, omdat ze raakten me heel goed. Maar Dwayne Kemp speelde een wereldwedstrijd en de buitenvelders zijn gelukkig zo snel dat ze overal bij kunnen. Ik begon helemaal niet goed eigenlijk, maar ik kwam overal mee weg. En pas op het eind begon ik eigenlijk echt goed te gooien. En toen hadden ze eigenlijk geen kans meer. Ja, het kwam misschien een beetje door jou, maar ook ze waren een beetje onder de indruk van jullie misschien? Nee, maar het komt meer van ons af, denk ik. Omdat wij hebben zo het vertrouwen tegenwoordig tegen Cuba. Omdat we, 10 jaar geleden waren we bang om het veld op te gaan. Of misschien nog langer geleden. Maar nu hebben we de laatste 6 gewonnen. En we hebben er alle vertrouwen in. Ja, kom maar op. En ze zijn hier ook met een heel goed team. Ja. Maar we hebben van betere teams gewonnen. Dus zo gaan we erin tegenwoordig. Wat zegt dit voor de rest van het toernooi? Ja, ik denk dat het een heel leuk toernooi kan worden. Omdat we nu gisteren hebben we van Taiwan gewonnen. En nu met 7-0 van Cuba. Dus ik denk dat het nog leuk kan worden. Morgen Bergman op de heuvel, ook heel dominant. Dus ik denk dat het wel goed komt. Ahoy Jan. Ja, is goed.